Hier is het dus, hier is het ongeveer gebeurd. Daar waar Willem II gesneuveld is. West-Friezen van bijna 800 jaar later gedenken nog altijd met eerbied het huzarenstuk van hun voorouders. En nog altijd drijven ze zonder eerbied de spot met de gevallen graaf die zo dom was geweest om zich als een eenzame ruiter op het vijandelijke ijs te wagen. We waren niet zo blij met hem. Zo. Hij bestreedt de West-Friezen. 752 jaar geleden vandaag. Dat onze voorouders Willem hier hebben tegengehouden. Hij ging aan het hoofd van zijn voetvolk. Ging hij heel stilletjes over de grote Waard, de huidige Heerige Waard, hier op naar de Berkmeer. En onderweg gebeurde er noemenswaardig niks. En toen hij ongeveer op deze plek was, toen sprongen de West-Friezen uit het riet tevoorschijn. En het paard stijgerde, zoals het verhaal gaat, met de zware Willem op zijn rug. En het paard kwam weer neer en zakte met dat Willem met het zware harnas door het ijs. En de West-Friezen sprongen er bovenop. En toen hebben ze hem doodgeknuppeld. En zo is Willem II gesneuveld op 29-jarige leeftijd.